378. Even kijken. Dat is juist. 1750. Dankjewel. Alsjeblieft. Bedankt. Ja, tot ziens maar weer. Hè. Tot ziens, daar. Jou moest ik hebben. Geen tijd, ik moet mijn lotto weer leveren. Doe je dit nou nog steeds? Dan heb ik wel wat beters voor je. De zwarte lotto. Niks geen gedoe met kansspelbelasting. En niks geen gedoe met het uitbetalen ook zeker. Wacht nou even. Geef me nou even die 100 gulden die ik nog van je krijg. Welke 100 gulden? Ja, die 100 gulden die je me beloofd hebt om Theo's meter te fixen. Staat me niks van bij. Hey. Wat zullen we nou krijgen? Jij wou de stoot van de tussenmeter wat omhoog hebben. Daar zou je me 100 piek voor geven. Ik weet het niet. Nou, ik weet het nog precies. Ik zou vandaag een meier van je krijgen. En niet aan je oren. Daar ga ik me niks van herinneren. Dus vergeet het maar. Nou, krijgen we dat? Opeens last van ons geheugen? Zou mijn oude dag zijn. Als jij niet snel afkomt, dan ga ik Theo eens vertellen waarom zijn gasrekening opeens zo hoog is. Moet je doen. Dan kan je me net uitleggen hoe je het gedaan hebt. Eens kijken of jij vannacht nog bij hem kunt blijven slapen. Vuile vieze. Hallo, wel een beetje tegen je wil iets kunnen, hè? Hè? Hoe kan dat nou? Domme, waar is dat niet? Wat? Mijn lottoformulier. Ik kan mijn formulier niet vinden. Niet in de laag. Zeker. Nee. Waar is mijn lottoformulier? In de laag, toch? Man, maak je niet zo druk. Dat is beneden laten liggen. In je jas of zo. Het derde getal is 5. En verdomme, waarom is hier nooit een pen die schrijft? Pa, nog even over die energieafrekening, hè? Ik snap iets niet. Ik heb hier... Het vijfde getal alweer is 37. Ja, ik heb het eens vergeleken met die afrekening van mijn vorig kwartaal. Niet nu, niet nu! Het laatste getal is 38. Heeft u alle 6 getallen gehad? Nou, ik begrijp niet waarom we nou opeens, hoe dat nou kan. Hier staat gas 100, elektra 250, maar hier... 42. Ja. Hallo? Wat is er met die man? Hij is wat kwijt. Hé, hey, je hebt hem gevonden. Wat? Papa's formuliertje. Pap? Hier blijven, kom dicht. We laten hem avondje denken dat hij de lotto gewonnen heeft. Hé? Huh? Ik vul even de winnende getallen voor hem in. Maar dat heeft papa zelf toch al gedaan? Ja, alleen niet de goeie. Eens kijken of je straks ook zo goed tegen zijn verlies kan. Hè? Trekking op tv, getallen overschrijven op formulier, dan klopt het precies. Dat niemand daar nog eerder op gekomen is, dat moet je elke week doen en dan worden we steenrijk. Zo, en dan gooien we deze weg. Nou? Flauwe grap. Ja, als je maar wel je kop dicht houdt. Waarover? Ook niet. Verdomme, hier is hier ook niks. Hoe kom je daar aan? En hier? Lag onder de kast.
Zie je nou wel, eerst kijken, dan zeiken. Albert heeft het alvast voor je... Kom op met die koffie. Theo, jij ook koffie? Ja, kunnen we het dan nu eventjes over mijn af... Theo, melk. Ik heb ze alles eens goed. Ga weg. Wat is vierkant? Jij zijn een kubus. Gewonnen. Ja? Zijn we rijk? Ik ben rijk. Het werkt, we zijn rijk. Rijk, we hebben gewonnen. Na al die jaren. Iedere week met vier rijtjes. Ja, zo zie je maar. De aanhouden wint. Hoeveel is de jackpot? 1,5 miljoen. Teletext. 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 Je vader miljonair. Oh, ik ben zo blij voor hem. Nou, wat? Ja, ik wacht wel even. Ik kan me niet herinneren dat ik je ooit eerder een feestje heb meegemaakt. Vlak voor je moeders verjaardag belde je vader altijd iedereen om ruzie te maken, zodat er niet te veel visite kwam. Ja, meestal is hij niet zo scheutig, hè? Nee. Hè, wat? Ja, Van Wijk hier. Bezorgt u ook een huis? Mooi. Ja, doet u maar 12 flessen wit, 12 rood, ja, een beetje goeie graag. 3 kratten bier. Ja, en ik weet niet of je het weet, maar die fijne sherry. Vriendjes van je, die maken er boven nog wel een zootje van. Ik geloof dat ik maar beter jenever, even kan gaan kijken. Jenever, ja, 2 maal en een paar pakken jus. De rekening op Wasseretten van Wijk. Oké, okay, ja. Zeg, overdrijf je niet een klein beetje? Het begint aardig uit de hand te lopen, hè? Leef op, Theo, is toch gezellig? Harrying, met Albert. Het is nou toch wel leuk geweest. Albert, wat laat ik doen? Ik ga niet meer toezien hoe jij paal kost. Ja. Hey Albert, zijn we te laat? Wel nee, wacht even Henk. Kom binnen. Kennen jullie mijn broer Theo al? Het is boven. Nee. Ja Henk, daar ben ik weer. Nou, als jullie zin hebben. Ja, een feestje. Zeg jullie allemaal de tering. Eindelijk voor jullie verlost. Met je eindeloze gezeur. En gezeven. Beetje getrut en getreuzel. Nooit meer van die zure smoel. Wijn. Weer wijn. Je gore onderkoek. Je zegt iets van mij. Zou ik hem zomaar eens uit de droom gaan helpen? Nu al. Het begint juist gezellig te worden. Theo! Laat die man. Morgenochtend is vroeg genoeg, heeft hij toch al hoofdpijn. Ik zal maar een foto studeren. Ja, ja, ik kom. Ik kom. Heb je spijt? Frans, haal even wat pizza's. Mensen krijgen honger, ja? Ik ben al gevuld. Kijk ja. Erom, hoor. Ik ga niet thuis maar wassen. Je vieze stinkrotzooi. Ik moet het hier niet meer hebben. Lang gelopen. Ik heb nou de poen. Ik kan me alles permitteren. Ik ben geloof ik een beetje ingedommeld. Je hebt nog niet aan me gezeten, hè? Nou zeg. Goedemorgen. Zal ik even koffie zetten? Doe ik wel. Koffie? Ruim liever eerst die troep op. Momentje hoor. Gisteravond had je het nog over een cruise. En wat? Nog geen rondvaart. Een enkele Titanic kan je krijgen.
Je denkt toch niet dat ik met mijn volle verstand... Nou, ruim eerst maar die rotzooi op. Ben je dienst mij niet? Oh, nou begrijp ik het. Zeker omdat ik nou geld heb, hè? Je denkt dat er wat te halen valt. Waar heb je het over? Je lichaam meteen in de uitverkoop gooien, om ook een graantje mee te pikken. Hoe durf je? Als je toch dacht dat ik met jou... En nu we het er toch over hebben, ik denk niet dat ik nog langer van je diensten gebruik zal maken. Ja, ik ben tenslotte vermogend, hè. Ik kan mijn oude professionele hulp veroorloven. En een beetje representatiever. Ja, even zo goed bedankt. Het was goed bedoeld, zullen we maar zeggen. Bob. Ach, laat toch gaan. Ik heb het toch niet meer nodig? Nou, waar is mijn lotteformulier? Hé? Ha. Inleveren. Wij zijn vandaag gesloten. Hup, bij mijn deur. Zeg, wat zullen we nou krijgen? Jij komt er al helemaal niet meer in. Doorlopen naar huis. Ik heb jullie niet meer nodig. Nou ja. Oh, mijn hoofd. Is er ook koffie? Papa en tante Cor hebben ruzie gehad. Schreeuw niet zo. Ja, maar ik geloof dat het heel erg is deze keer. Tante Cor is weggelopen en papa zei dat dat niet uitmaakte omdat hij nu geld had, geloof ik. Wat bedoelt hij nou? Ik praat zo al met hem. Is hij beneden? Nee, hij is meteen weggegaan. Inleveren had hij het over. Oh. Was je weer. Maar hij is nog niet klaar met me. Wie? Die sigare hufter. Die zegt dat mijn formulier niet klopt. Ja, dat is nou grappig dat je erover begint. Nou, heb het geweten. Pa, je gaat lachen. Hij zag hem niet eens komen. Zag wat niet komen? Deze! Ja, hij is niet meer zoals vroeger. Ik ben niet meer een topvorm. Maar even zo goed. Heb je... Recht is een treiter. Als hij denkt dat hij mij van die prijs kan afhouden, nou is hij wel aan het verkeerde adres. Ga je nou tante Cor bellen? Om het weer goed te maken? Tante Cor, ik ga de Lotto bellen. We zullen die druiloor wel eens even op zijn plaats zetten. Had jij nog wat? Nee, niks. 070. Hij heeft wat? Ja, het schijnt wat uit de hand gelopen te zijn. Kan jij hem nou niet uitleggen hoe... Oh, nee hoor, het was jouw idee. Los het zelf maar op. Zeg, Albert, nog even over dat meisje waar je... Hallo, ik heb het niet bepaald alleen gedaan, hè? Nou, Albert, ik heb hier even geen zin in, hoor. Jij hebt net zo hard meegezopen. Ik was er toch alleen maar bij. Oh, en van wie mocht ik het pa gisteravond niet vertellen? Toen was het kwaad toch al geschied. Als ik me nou maar kon herinneren, hè? Misschien kunnen we een brief schrijven. Hoe kwam je binnen? Zij voor. Ik dacht dan. Wat zegt u? Juffrouw, ik heb schijt in uw computer. Dit heb ik ingevuld. En ik heb de sigarenmoeder zelf zien afstemmen. Dat doe je iedere week, hè? Ik keer helemaal nooit meer uit. Jullie doen gewoon eens af om de mensen het geld uit de zak te kloppen. In de werkelijkheid hebben jullie te lang op een akkoordje gegooid met de sigarenmoeder. En dat geld steken jullie in je eigen zak. Hallo! Zal ik tante Cor dan maar even bellen? Tante Cor, ik ga een geweer kopen. Waar gaat hij nou naartoe? Weet ik niet. Ja, dag, hé. Dan hebben we het wel zo'n beetje.
Weet u zeker dat ik niet toch maar even een ambulance moet laten komen? Die rol gun ik hem niet. Zijn zoon erbij halen. Ik ben gemolesteerd. Schrijf dat maar op. Nou, meneer Van Wijk, u heeft zelf toch ook nog wel wat schade aangericht? Hier, barst in de toonbank, kaartenrek, inventaris. En hebben we het nog niet eens over het lichamelijke geweld gehad. En dat dan? Ik heb dik 1,5 miljoen schade. En daar ga ik niet over, meneer Van Wijk. Misschien moet u daarvoor maar een advocaat in de arm nemen. Nou, u hoort er nog wel van. Ik laat u even uit. Nou. Laat maar, hoeft nog niet meer. De sigarenschoft heeft tenminste een zoon die voor hem opkomt. En? Ja. En papa is kwaad op iedereen en u bent kwaad op papa. Nou weet ik het niet meer. Kunt u niet terugkomen, alstublieft? Niet voor hij zijn excuses heeft aangeboden. Maar als ik het goed begrijp, krijgt hij dus geen cent? Nee, want de sigarenboer speelt onder een hoedje met het formulier. En dat klopt niet met de computer. En nou wil papa de sigarenboer vermoorden. Albert en Theo maken ook al de hele tijd ruzie. Worden ook nooit wijzer. Waarover nou weer? Wie het papa moet vertellen. Je vader wat moet vertellen? Weet ik het. Mij vertelt nooit iemand wat. Ik ben niet helemaal goed. Wie zijn idee het was, geloof ik. Ja, maar... U krijgt dan toch zo'n bonnetje mee waar de getallen op staan die de computer heeft opgeslagen? Ja, maar ik vertrouw die computers voor geen cent. Ik bewaar het gewoon dit formuliertje. En dan zie je precies wat ik heb ingevuld. Ja, het spijt me, meneer Van Wijk, maar hier kan ik echt geen zaak van maken. Kijk, dit formuliertje bewijst in wezen helemaal niets. Ja, maar... Ja, ik begrijp u wel. U heeft op die sigarenboer vertrouwd. Maar... Ja, tenzij u nog andere bewijzen heeft, anders ben ik bang... Als ik het kon bewijzen, had ik toch geen advocaat nodig? Wat betaal ik jullie anders voor? Pak die man aan. 30 graden kruisverhoor. Dan slaat hij wel door. Spijt me. Ik stuur mijn declaratie met de post. Ja, maar moet je... Meneer Van Wijk. Wie was dat? Dat is nog het ergste schorm. Leef een andere man zijn ellende. Verdedigt overvallers. Pedofiele dominees, moordenaars. Maar iets doen voor een eerlijke gedupeerde oma. Oh. Ah, dat komt te kort. Blij dat u er weer bent. Jaap vertelde mij een heel vreemd verhaal. Ach ja, Jaap. Waar is Theo? Boven. Maar loop gerust door. Ik ben even wat eten. Albert. Meekomen. Theo. Theo. Ik krijg die pijpenneuker nog wel. Een ik heb jerrycan met benzine erin. Benzine? 3 zoons. En niet één waar ik wat aan heb. En die sigarenpooier heeft er maar 1. Maar die staat wel voor hem klaar. Heb jij niks te doen? Nee. Dan ga je de wasnijpers maar netjes recht leggen. Verzin maar wat. Laat mij met rust. Nou? Ja, ik bedoel nee. Het ziet er inderdaad naar uit dat hij niks krijgt. En waarom dan wel niet? Ja, iets met het formulier, geloof ik. Probleempje met de computer of zo.
Als je zich er nou maar bij neer zou leggen, hè? Nou, luister eens, ik heb er allemaal niks mee te maken. Het was Albert die... Ik zei meteen dat ik het een hele misselijke grap vond. Oh ja, en van wie mocht ik hem dan niks vertellen, hè? Mag Kees? Ja. Wel lekker mee, naar beneden! Een beetje gesloten, meneer! Naar beneden! En nu wordt hij opeens van niks. Doorlopen! Meisje, met het blonde haar. Doorlopen! Zo, nou, doorlopen. Ja. Zo. Kom jij je excuses maken? Nou, zeg. Ik geloof dat deze twee je iets te vertellen hebben. Nou, kom, kom. Ja, het zit zo. Dat het is allemaal Albert zijn schuld. Zeg dat de sigarenboer er helemaal niks mee te maken heeft. Waar kom jij vandaan? Ik heb het gedaan. Wat gedaan? Op mij kun je rekenen, pap. Ik heb precies gedaan wat je zei. De sigarenboer. Waar heb je het over? Hij was net even achter, toen heb ik ze helemaal vol gegooid met wasmachine. Nou, precies zoals jij zei. Zie je nou dat je op mij wel kunt rekenen? Achterlijk, joh, heb jij de boel in de fik gestoken? In de fik? Nee, natuurlijk niet. Ik mag toch niet met Lucifer spelen? Het is anders wel een sigarenzaak. Nogal geluk dat de helft al verdampt was en dat er geen persoonlijke ongelukken van zijn gekomen. Ja, dat komt dan wel. Het zal wel niet tot een strafzaak komen, omdat die jongen maar gedeeltelijk toerekeningsvatbaar is. Misschien kunt u iets regelen met uw aansprakelijkheidsverzekering. Denkt u? Niet echt. Nou, allemaal eerst maar eens betijen, hè? U ziet hoe burenruzies uit de hand kunnen lopen. Meneer Van Wijk, u hoort nog wel van ons. Het wordt er een hele tijd geen televisie. En de eerste paar jaar geen zak geld. En morgen om 6 uur op om Theo en Albert te helpen bij het herstellen van de schade. En als je hiermee klaar bent, beneden naar bed. Papa is heel verdrietig. Komt het nou wel weer goed met tante Cor? Misschien dat ik het haar op den duur kan vergeven. TWIFEL